wil eigenlijk gewoon beginnen met beamen waar we net allemaal voor juichten. Namelijk, ook ik geloof dat we alle SDG's kunnen halen. En dat we ze ook allemaal tegelijk kunnen halen. Maar, zoals Nier al zei, om het te halen moet er wel één heilig huisje op de helling. En daar wil ik vandaag mijn talk over doen. Het heilige huisje wat op de helling moet om ook echt de verschillende doelen te gaan halen, is het heilige huisje van economische groei. En ik wil jullie heel kort in vogelvlucht meenemen over het waarom daarvan, vooral ook over het hoe daarvan. En ik wil afsluiten met een aantal concrete tips hoe je zelf vanuit je eigen organisatie of vanuit je eigen initiatief kunt bijdragen aan die systeemverandering. Maar laten we beginnen bij het begin, bij het waarom. En het waarom heeft te maken met een verhaal wat ik heb geschreven samen met mensen uit 11 verschillende politieke partijen. Namelijk een verhaal, er is leven na de groei, waarin we ecologische, sociale en economische doelstellingen proberen meer in harmonie met elkaar te ontwikkelen. Maar waarom is het daarvoor nodig dat we dan ook een heilig huisje op de helling doen? Wat is daarvoor de kernreden? Die reden wil ik in één sheet samenvatten. Dus let goed op, daar komt hij aan. Het ABC van grenzen aan de groei. A. Er zijn mondiaal 9 ecosystemen die het leven op aarde mogelijk maken. Variërend van het klimaat, de biodiversiteit, de balans in de bodem, de stratosfeer. En van deze 9 essentiële ecosystemen is de draagkracht van 6 van deze systemen mondiaal overschreden. B. Er zijn 5 drijvers van het overschrijden van de draagkracht van de aarde. 1 daarvan kennen we allemaal, dat is de uitstoot van broeikasgassen. En daarnaast zijn er nog 4 drijvers: watergebruik, landgebruik, materiaalgebruik en emissies van toxische stoffen. En op dit moment draagt Nederland helaas nog buitenproportioneel veel bij aan elk van deze 5 drijvers. C. Er is geen wetenschappelijk bewijs dat je elk van deze 5 drijvers tegelijk en vooral snel genoeg in een pad naar beneden kunt brengen in combinatie met economische groei. En dit is dus even een grote disclaimer op het samengaan van groei en het halen van de SDG's. Waarom is dat zo? Laat me dat even heel kort visueel maken. Waarom gaat het zo lastig samen? Ik heb hier een plaatje meegenomen van elk van de 5 drijvers van het overschrijden van de draagkracht van de aarde voor Nederlandse consumptie, ongeacht waar de impact plaatsvindt. Of de impact nou binnen Nederland is of buiten Nederland. Ze zijn allemaal samengevat in deze plaatjes. En naast die plaatjes heb ik ook de doelstellingen gezet. De doelstellingen in de vorm van rondjes. En wat we zien is dat bij 4 van de 5 drijvers helaas nog geen sprake is van een daling van de impact. Bij 1 van de drijvers wel, de uitstoot van broeikasgassen, maar helaas is die verandering niet snel genoeg. Bij grondstoffen en bij land is er een stagnatie. En bij water en bij toxische stoffen is er helaas nog geen sprake van vooruitgang. En als we dan zien hoe scherp de doelstellingen zijn, dat zijn de rondjes die jullie daar in beeld zien, ja, dan zien we eigenlijk dat we veel sneller moeten handelen om tijdig binnen de draagkracht van de aarde te komen. Snelheid is dus een essentieel begrip. En er is helaas een economische reden die samenhangt met economische groei, die verhindert dat we deze 5 curves snel genoeg naar beneden brengen. En dat mechanisme wordt ook wel de Jevons-paradox genoemd. En die ga ik heel kort en simpel samenvatten. Denk eens na, stel je zou per eenheid product minder energie en materiaal gebruiken. Dan leidt dat in de regel op de langere termijn ook tot minder energie en materiaalkosten per eenheid product. Dus op de lange termijn gaat een milieubesparing samen met een financiële besparing. En in de economie, een economie is een gesloten systeem, leidt dat vervolgens tot meer middelen voor consumptie. En daarmee maken we helaas telkens de milieuwinst die we met veel pijn en moeite boeken voor een belangrijk deel weer ongedaan. Wetenschappers laten zien dat in de afgelopen decennia, dat is een beetje shocking, sorry daarvoor, 30% tot 100% van alle milieuwinst die we hebben gerealiseerd met technologische innovaties ongedaan is gemaakt door consumptiegroei. En dat verklaart dus ook dat van die curves die ik net liet zien, dat die niet snel genoeg naar beneden gaan.
Met andere woorden, als we willen dat we in de toekomst veel meer vooruitgang gaan boeken, en ik zou het zelfs letterlijk kunnen zeggen, als wij willen dat alle curves 2 keer zo snel naar beneden gaan, dan moeten we de vraag stellen, willen we nog maximaal blijven streven naar consumptiegroei? Even een voorbeeldje wat je aan iedereen kan uitleggen. 3 generaties Volkswagen. Alle 3 rijden ze 7,5 liter op 100 kilometer. En ondanks het feit dat in 70 jaar tijd de brandstofmotor 2 keer zo efficiënt is geworden, van de kever 70 jaar geleden tot de Tiguan nu, is de milieuwinst daarvan voor 100% ongedaan gemaakt door consumptiegroei. Het best verkochte model Volkswagen is namelijk in dezelfde periode ook 2 keer zo zwaar geworden. En dit laat volgens mij in 1 plaatje zien wat er anders moet in ons economisch systeem. We moeten de milieuwinst die we boeken vasthouden voor de langere termijn. En dat moeten we bovendien op een sociale manier doen. Want ik denk dat een probleem wat hieraan gekoppeld is, is dat er heel grote verschillen zijn tussen Nederlandse huishoudens, maar dat geldt trouwens ook wereldwijd, tussen bijvoorbeeld een Afrikaans huishouden en een gemiddeld Nederlands huishouden, hele grote verschillen in de mate waarin we bijdragen aan milieu-impact. En bovendien is het milieubeleid dat we nu voeren vaak oneerlijk. Mensen met een gemiddeld of laag inkomen betalen meestal meer aan milieuheffingen. Denk aan de energiebelasting. En ze krijgen meestal minder subsidies. Denk aan subsidies voor een elektrische auto of het verduurzamen van je huis, want die zijn gekoppeld aan bezit. Met andere woorden, het besef dat al in de SDG's zit, namelijk dat je die sociale transitie niet los kan zien van de ecologische transitie, is essentieel. Als we echt willen dat we alle SDG's tegelijk gaan halen, dan moeten we de ecologische kwestie die ik zojuist schets, op een sociale manier met elkaar oplossen. En ik denk dat dit even in een notendop het waarom is van anders nadenken over onze economie. Maar dan gaan we nu natuurlijk naar het hoe. Hoe kun je anders denken over een economie? Wat voor perspectief is er mogelijk? Nou, ik heb dat ook weer in 1 enkele sheet samengevat. De transitie die we nodig hebben is een verschuiving van kwantitatieve groei, consumptie en BBP-groei, naar kwalitatieve groei. Groei van kwaliteit van leven, sociale groei, culturele groei, persoonlijke groei, groei van biodiversiteit. Er zijn nog zoveel meer vormen van groei mogelijk dan alleen maar kwantitatieve groei. Ik kom zelf uit de Betuwe, daar ben ik opgegroeid. En ik vergelijk heel vaak de transitie die we nodig hebben met de ontwikkelstadia van een appelboom. Ik heb in mijn jeugd heel veel tijd doorgebracht in die boomgaarden om fruit te plukken. En elk organisme in de natuur gaat op een gegeven moment over van een groeistadium naar een bloeistadium. Van een stadium waarin de appelboom meer takken en bladeren aanmaakt, naar een stadium waarin de appelboom vrucht gaat dragen, appels gaat maken. En als samenleving hebben wij precies die opgave. Wij moeten als samenleving van een groeistadium door naar een bloeistadium. En als je dit wilt uitleggen aan mensen om je heen, onthoud dan 1 ding. Vertel niet aan mensen, na de groei komt stilstand. Of na de groei komt krimp. Maar vertel aan mensen, er komt bloei na de groei. Ik denk dat dat echt voor het verhaal superbelangrijk is dat we het zo aan mensen gaan uitleggen. En ik denk trouwens dat deze beweging van onderop al bezig is. Dat heel veel mensen de behoefte hebben aan meer kwaliteit en minder kwantiteit. Het is echter ook een beweging die we moeten steunen met goed beleid. En het is op dit moment zo dat we wel beleid voeren aan de productiekant van de economie, bla bla bla, dat doen we al, maar bijna geen beleid voeren aan de consumptiekant van de economie. En ik denk dat we daar misschien wel de helft van de potentiële milieuwinst laten liggen. Dus wat moeten we doen? We moeten in het beleid voortaan ook nastreven dat we consumptiepatronen in Nederland gaan veranderen. We moeten minder de milieuintensieve, laten we zeggen de producten met een grote milieu-impact gebruiken. En we moeten meer gebruik maken van die vormen van consumptie die juist een lage milieu-impact hebben. Heel concreet betekent dat dus dat we veel selectiever moeten kijken naar spullen, naar mobiliteit, naar bouwen, dierlijke eiwitten en vliegen. En dat we ook andere vormen van consumptie gaan zien waar je juist meer van kunt gaan gebruiken. Zorg, onderwijs, cultuur, hoogwaardige producten, diensten zoals reparatie, slow food, slow travel.
Ook hier geldt, we gaan van groei naar bloei. Er komt weer iets voor in de plaats, wat kwalitatief mooi en beter is. En hoe zou je dat nou kunnen doen? Hoe zou je nou die overgang van een economie die eigenlijk een wegwerpmaatschappij is, naar een economie die gericht is op hoogwaardige producten kunnen maken? Hoe zou je dat kunnen doen? Mijn voorstel is, en dat is natuurlijk up to debate, om het in twee fases te doen. In de eerste fase beginnen we, je begint altijd onderaan met bouwen, met als eerste bouwsteen de basis op orde. Het versterken van bestaanszekerheid met basisbanen, basishuisvesting en basiszorg. Vervolgens moeten we alle Nederlanders equiperen om duurzaam te consumeren. Dat betekent dat we heel concreet mensen met een laag inkomen ook in staat moeten stellen door middel van een klimaatdividend om spullen met een lange levensduur aan te schaffen. En vervolgens als derde, als stap daarbovenop, moeten we in Nederland in plaats van arbeid heel zwaar te belasten, moeten we vervuiling veel zwaarder gaan belasten. Dat is eigenlijk de maatregel die de eerste fase van die transitie compleet maakt. En die eerste transitie is een win-win voor mens en aarde. De producten zullen kwalitatief beter worden. We zullen daarvoor veel minder energie en grondstoffen gebruiken. Wat mij betreft is dit een fase waar we met z'n allen al naar kunnen uitkijken. Dan die tweede fase. In die tweede fase willen we voortbouwen op de resultaten van de eerste fase en proberen om de winst die we in die eerste fase behalen vast te houden, te bestendigen. En dat gaan we doen door te werken aan nieuwe culturele idealen. In plaats van het narratief wat we nu kennen, dat we gelukkig worden door meer consumptie, moeten we toe naar een narratief dat we gelukkig worden van sociale relaties en van betekenis. En dat vraagt echt een culturele verandering in alle lagen van de samenleving, te beginnen bij het onderwijs, via cultuur, uiteindelijk ook in beleid. Vervolgens moeten we ernaar streven om de private consumptiegroei te gaan stabiliseren. Ik ga niet uitleggen hoe, maar daar zijn verschillende manieren voor. Je kunt de publieke bestedingen vergroten, je kunt de mate van productiviteit stabiliseren of je kunt denken aan arbeidstijdverkorting. De gemeenschappelijke noemer van elk van die drie methodes is dat je van elk van die drie methodes de kwaliteit van leven vergroot. En dat is winst. En tot slot moeten we tijd bieden voor herstel van sociale en ecologische veerkracht. Met andere woorden, die tweede fase staat in het teken van meer veerkracht en geluk. Dan gaan we door, want we zijn hier met allemaal mensen die dezelfde ambities hebben, werken aan de SDG's voor een betere wereld. En hoe kunnen wij daar nou in onze eigen context aan bijdragen? En ik denk eigenlijk dat dit de meest gestelde vraag is die ik krijg als ik een talk geef. De meest gestelde vraag is altijd, hoe komen we dan tot systeemverandering? Dus ik ben een klein beetje de geschiedenisboeken ingekropen. Hoe komen systeemverandering in het verleden tot stand? Wat kunnen we daarvan leren voor wat we nu kunnen doen? En hoe kunnen wij daaraan bijdragen? Wat je ziet, en dan ga ik even heel kort schetsen, is dat gedrag van mensen tot stand komt in een omgeving met sociale normen en systemen. En bij sociale normen kun je denken aan de waarden en wat we belangrijk vinden in de samenleving. Bij de systemen kun je denken aan wetten en regels, fysieke systemen en aan economische systemen. En je zou eigenlijk kunnen zeggen, de sociale normen, dat is de software van de samenleving. De fysieke en de economische en de andere systemen zijn de hardware van de samenleving. En wat over het algemeen zo is, is dus dat die twee factoren heel bepalend zijn, dus de sociale normen en de systemen, voor het gedrag wat mensen in de praktijk vertonen. En daar moet dus ook de verandering beginnen. Wat laat de geschiedenis zien? Hoe komt sociale verandering over het algemeen tot stand? En ik heb ze een kleurtje gegeven. De roze blokken, dat zijn de sociale veranderingen. En de groene blokken, dat zijn de systeemveranderingen. En als ik dit in één zin zou moeten samenvatten, dan is het dat we meestal zien in het verleden dat systeemveranderingen tot stand komen nadat sociale bewegingen de veranderingen hebben geagendeerd die nodig zijn. Maatschappelijke bewegingen van onderop, die een goed plan hebben. Persoonlijk leiderschap van mensen die zichzelf op het spel zetten om het nieuwe paradigma uit te dragen. Die twee zorgen ervoor dat vervolgens ook de eerste problemen en de eerste oplossingen in multi-stakeholder partnerships kunnen worden uitgewerkt. Zodat als het moment daar is
en de sociale druk is voldoende groot, de oplossingen er ook zijn om die systeemverandering mogelijk te maken. Dus als ik dit ook weer in één zin zou moeten samenvatten, systeemverandering volgt op sociale verandering. Heel belangrijk. In Nederland denken we heel vaak, de overheid gaat het doen. De geschiedenis leert het meestal andersom. Wij moeten het doen. Wij moeten van onderop voldoende reële alternatieven en druk opbouwen, persoonlijk leiderschap tonen en dan volgt de systeemverandering. En wat kunnen wij daar nu aan doen? Wat kunnen wij in ons eigen leven doen om die systeemverandering te bespoedigen? 3 dingen. Het eerste is, wij kunnen met z'n allen bewegingen van onderop versterken. Nou, er zijn echt 10 voorbeelden van en ik heb ze ongetwijfeld niet allemaal genoemd hier. De prosumerbeweging, andere consumptiepatronen. De coöperatieve beweging, fantastische initiatieven van onderop. En de circulaire beweging. Dat zijn manieren waarop je kunt bijdragen. Vanuit onze stichting zijn we bijvoorbeeld een prosumercollectief begonnen. Zomaar een van de voorbeelden hoe je kunt bijdragen. Wat kun je nog meer doen? Je kunt ook werken aan systeeminnovatie. Je kunt werken op het politieke niveau om te lobbyen voor nieuwe wetten en afspraken. Je kunt werken op het niveau van samenwerkingen, nieuwe vormen van samenwerking creëren. Bijvoorbeeld hier in Amsterdam een samenwerking van de Amsterdam Economic Board met de textielsector om fast fashion te hervormen. En je kunt ook samenwerken door nieuwe prikkels en concepten neer te zetten. Even een voorbeeld uit de kledingindustrie. Je kunt daar een nieuw concept voor kleding neerzetten, zodat je op elk van die niveaus verandering bewerkstelligt. En tot slot, de derde manier om bij te dragen aan verandering is door zelf in de platformen het discours te veranderen. Een heel sprekend voorbeeld hiervan is hoe in het verleden fietsen de sociale norm is geworden in Nederland. Het begon ermee dat al aardig wat mensen aan het fietsen waren. Vervolgens haakten sommige overheden daarop in door fietspaden aan te leggen. En dat leidde vervolgens tot een dynamiek waarin sociale verandering en beginnetjes van een systeemverandering elkaar opvolgden, totdat we nu misschien wel de fietsnatie van de wereld zijn geworden. Die dynamiek die willen we ook gaan creëren rondom de SDGs. En daar kunnen we allemaal een bijdrage aan leveren door op de verschillende platforms die er zijn een ander discours aan te dragen, een andere manier van denken. Dit zijn wat voorbeelden waar we dat zelf proberen. Zo was ik vorige week bij de transitieagenda consumptiegoederen, waar dus ook nagedacht wordt hoe we consumptiepatronen kunnen veranderen. En zo kunnen we op al die verschillende domeinen, bij overheden, politieke partijen, bedrijven, nieuwe manieren van denken aanreiken om dingen echt te veranderen. Ik ga afronden en ik wil eigenlijk samenvatten wat voor nieuw perspectief er mogelijk is waarin we de verschillende SDGs samen tegelijk realiseren. En dat is een perspectief, ik heb een soort collage gemaakt, ik weet niet of ik daar goed in ben trouwens, maar dit is dan mijn collage. Een collage gemaakt hoe een postgroeisamenleving eruit kan zien. Dit zijn gewoon wat associaties die ik heb. Ik denk aan producten die lang meegaan, die door vakmensen zijn gemaakt, die er mooi uitzien, waarvan je weet waar ze vandaan komen. Ik denk aan nieuwe coöperaties. Ik denk aan meer vrije tijd en minder stress. Ik denk aan meer gezondheid. Ik denk aan circulair ondernemers. Ik denk aan goedkopere diensten. We moeten met elkaar niet alleen maar vertellen wat we niet willen, we moeten aan elkaar ook het verhaal gaan vertellen wat we wel willen. De toekomst waar we met elkaar naartoe willen. En ik denk dat die toekomst voor iedereen in de samenleving iets te bieden heeft. Het heeft iets te bieden voor burgers, omdat producten beter zullen worden en langer meegaan en er ook nieuwe vormen van luxe zullen ontstaan. Ik denk dat het goed is voor bedrijven, omdat als we milieu-impact gaan belasten in plaats van arbeid, de arbeidskosten goedkoper worden en groene innovaties zonder subsidie tot stand kunnen komen. En ik denk dat het goed is voor het middenveld, omdat er een stimulans is om spullen te delen en omdat we de kwaliteit van leven kunnen verbeteren, omdat we meer vrije tijd hebben en minder stress. Met andere woorden, in één zin nog eens samengevat, als we met elkaar gaan vertellen dat we het heilige huisje van groei omver schoppen, maar dat daar iets voor in de plaats komt wat beter is en wat we daarvoor niet gezien hebben, de vruchten, de appels aan de boom, dan denk ik dat we met elkaar heel veel Nederlanders kunnen overtuigen dat dit een goed idee is om alle SDGs tegelijk met elkaar te realiseren. Met andere woorden, de urgentie zijn er, de middelen zijn er. Act together now. Dank jullie wel.
Ja.